Dit keer gaan we het hebben over Give Up Your Guns van The Boys uit 1972. She said, give up your guns and face the law. Een schitterend nummer met een mooie verhalende tekst over een man die een bank berooft, maar die nu omsingeld is door politie die hem zeggen to give up his guns. Toen ik een klein knulletje was, stond de radio bij ons thuis stevig op de 60s en 70s hits. Radio Tingo. En daar kwam deze dik vaak voorbij. En toen ik de akoestieke gitaar leerde spelen, was dit nummer verrassend simpel om mee te spelen. Kortom, op meerdere fronten echt een topnummer. Maar wat schetste mijn verbazing, Give Up Your Guns was eigenlijk alleen in Nederland een hit. En die band, The Boys, die hadden eigenlijk nog maar één ander hitje. En dat was het wel. Maar ik zou er natuurlijk geen extravaganza van maken als er niet meer te vertellen was. Om te beginnen heeft dat andere nummer van The Boys, Timothy. Timothy. Een heel mooi en een beetje luguber verhaal. En Give Up Your Guns heeft een link naar deze serie. Sounds good, Saul, but who can I sue? Who can you sue? En er is nog veel meer, dus laten we snel beginnen. And either way, I lose. The Boys met een U werd in 1969 opgericht in Pennsylvania en bestond uit zanger Bill Kelly, toetsenist Fran Bozena, basgitarist Jerry Lutzik, gitarist Chris Hanlon en drummer Carl Syracuse. The Boys speelden een progressieve vorm van country rock met mooie harmonieën zoals The Eagles en Crosby, Stills en Nash. Maar met meer diverse instrumenten dan de meeste bands in die tijd. En in 1970 hadden ze als jong bandje eigenlijk geen eigen nummers, geen platencontract, maar wel een vriendje bij een kleine platenmaatschappij. Michael Wright heette die, niet te verwarren met Michael Knight. En Michael Wright was junior recording engineer bij Scepter Records. En Mike, die regelde dat de Boys in het weekend de studio mochten gaan gebruiken. Ze kregen ook twee pogingen tot singles, die dan ook door Scepter Records zouden worden uitgebracht, maar zonder promotie, dat dan weer wel. Nou, de Boys superblij, Michael superblij, dit was de kans op een professionele muziekcarrière. En wat ze nog wel even nodig hadden waren nummers. Gelukkig had junior engineer Mike, die had nog een mattie, Rupert Holmes heette die, die al wat reclame jingles deed en hier en daar wat arrangeerde. En ook Rupert dacht, dit is mijn kans. Maar hoe gaan wij ervoor zorgen dat een van die twee singles een hit wordt? Ik weet het, zei Rupert. Wij gaan een controversieel nummer maken. Want een controversieel nummer, dat gaan de radiostations natuurlijk cancelen. En dat zorgt voor extra publiciteit. En dus schreef hij een nummer over drie jongens die vastzitten in een kolenmijn. En waar twee van de jongens, de derde, opeten. I ate his liver with some fava beans. And a nice Chianti. Dus dat is flink kannibalen voor de derde. Timothy heette het slachtoffer en het nummer. En even later namen The Boys Timothy op met engineer Mike aan de knoppen. En zo werd het in 1971 geheel volgens afspraak uitgebracht als single bij Scepter Records. Timothy. Rupert bleek een behoorlijk goed nummer te hebben geschreven en The Boys hadden het goed ingespeeld en goed gezongen. En engineer Mike had het natuurlijk goed geproduceerd, want het sloeg aan en de radiostations begonnen het te draaien zonder controverse. Dat wil zeggen in het begin, want de jongeren die hadden hem door, die hadden in de gaten waar dit nummer over ging en vroegen hem steeds vaker aan bij radiostations die nog niks in de gaten hadden. Maar het kwartje viel en toen gebeurde precies wat The Boys, Mike en Rupert op gehoopt hadden. Het nummer werd door verschillende radiostations geband, wat nog meer aandacht opleverde. En de debuutsingle van The Boys eindigde zonder enige promotie van de platenmaatschappij op nummer 17 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ook leuk, Scepter Records had niet eens in de gaten dat dat gekke nummer in de hitlijst van hun eigen label was. Maar toen ze dat doorkregen, kwamen ze razendsnel met een deal voor een heel album voor The Boys. Een kans die The Boys natuurlijk met beide handjes aangrepen. Er kwamen 10 nummers op dat debuutalbum, waaronder natuurlijk Timothy en een aantal nummers die de band zelf schreef. Allemaal geëngineerd en geproduceerd door hun mattie Mike. En nog aangevuld met een paar nummers geschreven door Rupert Holmes. Waaronder Give Up Your Guns, wat het openingsnummer van het album werd.
mooi succesverhaal toch? Alleen, het album deed het niet best. Na Timothy was eigenlijk alleen Give Up Your Guns nog een hit. Nummer 84 in de Verenigde Staten. Maar dus wel nummer 5 in Nederland. Ja, en het album deed het deels niet best. Omdat platenmaatschappij Scepter Records nog steeds geen promotie deed. En het bovendien heel veel geld vroeg om een single in een land uit te brengen. Tot frustratie van de band. Maar waarom werd het in Nederland dan toch een hit? Dat kwam door DJ Atje Bouwman bij Radio Veronica. Dit is hem. Die had namelijk in 1972 de Atje Bouwman Top 10. En daar had hij Give Up Your Guns van The Boys ingezet voordat het een single was. Gewoon omdat hij het een geweldig nummer vond. Dus toen hij hoorde dat Give Up Your Guns niet uitgebracht zou worden als single, dacht Atje Bouwman, ik laat hem gewoon staan in mijn top 10 en ik blijf hem draaien. En dat werkte. Het nummer sloeg aan bij andere DJ's, waardoor het uiteindelijk toch uitgebracht werd als single in Nederland en het dus een dikke hit werd. Dat wist zanger Bill Kelly overigens nooit hoe het zat, dus check even deze top 2000 Agogo aflevering waar ze hem dat vertellen. That is amazing. Echt een prachtig nummer, muziek en tekst. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair, but she was gone. She was gone. En dat einde ook pretty epic. Waar je ook de progrock terug hoort, met allerlei klassieke instrumenten. Volgens mij hoor ik zelfs een dwarsfluit. En wij mogen ons afvragen, hoeveel goede muziek missen wij nog meer, alleen maar omdat platenmaatschappijen bezig zijn met winst maken? Stelletje graaiende tyfusleiers. Echt een schande dat dit geen wereldhit is. Maar in Nederland dus wel. Het nummer staat ook altijd in de top 2000. In de eerste editie in 1999 zelfs op nummer 208. Maar vorig jaar, 2022, noem maar op nummer 1659. En ik ga nu even kijken waar die in 2023 staat, want dat is net bekend geworden. Momentje. Ja, hij staat er nog in, mensen. Op nummer 1730. Net boven Utrecht, mijn stadje, van Herman Berkien. De Boys gingen nog een aantal jaren door, maar in 1979 vormden zanger Bill Kelly en gitarist Jerry Ludzik een nieuwe band, Dakota, met iets meer succes. Ze speelden onder andere in de jaren 80 in het voorprogramma van Queen. Hey, you watch your sweet talking Johnny dance. Give you the world just to get in your pants. Nou, dat is eigenlijk het verhaal van The Boys, maar voordat we er een eind aan breien, moeten we nog even terug naar de schrijver van Give Up Your Guns en Timothy, Rupert Holmes. Want, hoewel The Boys dus eigenlijk nooit echt een grote carrière hadden, bleek Rupert Holmes een heel aardig liedjeschrijver. En in 1974 bracht hij zelf een album uit, en dat maakte indruk op niemand minder dan Barbara Streisand. Zij gebruikte een nummer van Rupert voor de musical A Star Is Born, die ken je waarschijnlijk wel, want die is in 2018 voor de derde keer geremaked, toen met Lady Gaga. Maar in de jaren 70 met Barbara Streisand en dus met een liedje van Rupert Holmes. So if you see a spider, don't you sidle up beside her? Why'd you think the widow's wearing black? Queen bee, baby. En dat legde hem geen windeieren. In de jaren daarna schreef hij liedjes voor grote namen als Barry Manilow, The Platters en Dolly Parton. En hij scoorde zelf ook twee grote solo hits. Eentje in 1979 en eentje in 1980. Die uit 1980, dat is deze. All stays with him, him, him. What's she gonna do about him? Wederom een mooie verhalende tekst met mooie harmonieën in het refrein. Alle stemmen zijn van Rupert, hij zong het allemaal zelf in. What's she gonna do? En een mooie tijd was het ook toen, hè, dat je er als popster gewoon uit kon zien als leraar Engels. Maar we moeten het vooral even hebben over die hit van Rupert Holmes uit 1979. Want dat nummer ken jij gegarandeerd, dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Misschien zelfs wel andere lichaamsdelen. Dat is namelijk zo'n grote hit dat die onder andere prominent aanwezig was in films als Guardians of the Galaxy en Shrek. En in deze Netflix-serie. Class of 64, he still talks about it. We hebben het natuurlijk over het nummer Escape. Je weet wel. Escape! Rupert Holmes! Nee? Snap ik wel, want dit is zo'n nummer waarvan de titel en de artiest de meeste mensen weinig tot niet zeggen. Niet zoals bijvoorbeeld Hotel California van de Eagles, die kent iedereen meteen. Maar Rupert Holmes? Escape? There was this letter I read. If you like Kenya Colada. Rupert Holmes, Escape, dat is dat nummer. Rupert Holmes, that's who the documentary is about. I'm sorry, who? Rupert Holmes, you know. Rupert Holmes, the singer-songwriter. You know, the Pina Colada song. She's a loaded pistol who likes pina coladas and getting caught in the rain. Lord Farquaad, you've chosen.
Princess Fiona. If you like Pina Colada, Princess Fiona. Ik beken, ik speelde een beetje vals, omdat de volledige titel Escape tussen haakjes de Piña Colada song is. Maar dat is omdat mensen de titel Escape niet onthielden. En de platenmaatschappij zei, je moet de titel aanpassen, anders kunnen we niet graag, anders wordt het geen hit, Rupert. En zo geschiedde het. If you like Piña Colada. Nog mooi over hoe Rupert Holmes het nummer schreef. Hij had de melodie al een tijdje liggen, maar nog geen tekst. En omdat hij zich realiseerde dat de muziek nogal repetitief is, dacht hij, ik moet een goed verhaal hebben als tekst. Dus schreef hij over een koppel dat via advertenties met elkaar vreemd gaat. It was my own lovely lady. Maar dat nu legendarische refrein, die eerste zin daarvan, if you like Peter Coladas, die was initieel If You Like Humphrey Bogart. Private detective. You're making fun of me. Dus niks geen Piña Colada, maar deze chagrijnige harsjes. Tot ongeveer 10 minuten voordat hij de studio in zou gaan, ineens dacht hij, Humphrey Bogart, dat is zo'n oldschool chagrijnige film noir detective. Dat is misschien geen escape. Dit hoofd is geen escape. You ever going to bed? No. Nee, een echte escape, dat is op een strand zitten in de Caribbean. Met een kokosnoot en cocktails. Even denken, Mai Tai, Piña Colada, dat is het. En zo veranderde hij de tekst nog eventjes 10 minuten voordat hij het in ging zingen. En Holmes zegt in een interview dat hij zelf een beetje geschokt is hoe hij zo kort voor de opname in een opwelling deze toch wel essentiële wijziging doorvoerde in de tekst. Want hij heeft grote twijfels of het nummer wel zo succesvol was geworden met de originele tekst. Terecht, denk ik. Hoe dan ook, allemaal dus dezelfde schrijver. Rupert Holmes schreef de Piña Colada song. If you like Piña Coladas, getting caught in the rain. Het cannibalistische verhaal van Timothy. En het nummer waarvoor wij heden tezamen zijn, Give Up Your Guns. She said, give up your guns and face the law. Uitgebracht door The Boys, die sympathieke begin jaren 70 band, die door een matig platenlabel eigenlijk nooit het succes hadden dat ze verdienden, daar konden zelfs de schrijverskwaliteiten van Rupert Holmes niks aan veranderen. Want schrijverskwaliteiten, die heeft hij. In de jaren 80 won Rupert Holmes nog 2 Tony Awards, evenals 2 Edgar Awards, voor de musical The Mystery of Edwin Drood. En hij is tegenwoordig ook nog heel verdienstelijk bezig met het schrijven van romans. Maar hij ziet er nog steeds uit als mijn oude leraar Engels. Right, dat was het weer. Laatste leuke feitje. Klik eerst even op like en op subscribe en op het belletje, zodat je een notificatie krijgt als ik weer wat upload. Ja, laatste weetje. Ik heb zanger Bill Kelly van The Boys gevonden op YouTube. Hey everybody, this is Bill Kelly, formerly of The Boys and Dakota. Die heeft een kanaal met slechts 85 subscribers en maar 1 video, een live thuisversie van Timothy. Kijk en luister hem even, dan kan je horen wat een goede zanger deze gast nog steeds is. En subscribe even ook op zijn kanaal, dat kan hij wel gebruiken. En wie weet, upload die Give Up Your Guns nog een keer. Tot de volgende keer. I was tired of my lady. We've been together too long.